De omgevingswet gaat niet alleen veel betekenen voor de organisatie. Ook voor de gemeenteambtenaar verandert er veel. Maar wat kun je verwachten? Soms zegt men bij de omgevingswet heb je voornamelijk goede procesmanagers nodig. En de inhoud is van veel minder belang. Een dodelijke opvatting. De veranderingen naar aanleiding van de omgevingswet zijn naar mijn idee zo groot dat komt haast neer op het genetisch manipuleren van ambtenaren. Dat soort grote veranderingen kun je volgens mij niet managen door standaard verandertrajecten. Kijk mee met Friso de Zeeuw in Zaanstad hoe het ook anders kan. De omgevingswet heeft niet alleen juridische gevolgen, maar moet ook consequenties hebben voor houding en gedrag van het ambtelijk apparaat en van het gemeentebestuur. Stel, we nemen de rode flat hier op de achtergrond. De gemeentebestuur wilde altijd dat daar al een flatgebouw zou komen. En er komt de investeerder met een plan. Dat plan past niet precies in het bestemmingsplan en de milieuvoorwaarden. Nou, kan zo'n aanvraag van die investeerder het hele gemeentehuis rondgaan en elke afdeling doet daar zijn zegje over, doet daar zijn plasje overheen. En die figuurzagerij mondt uit in een brief van 25 kantjes. Die wordt bijna blind door BMW getekend. En het gevolg is dat eigenlijk de hoofdzaak buiten beeld raakt door al die details. Die brief die komt aan bij de investeerder en die investeerder die denkt, nou willen ze dit eigenlijk wel. Dus dat werkt bijzonder ontmoedigend. Hoe het anders kan, wil ik laten zien aan de hand van het gebouw hier achter mij. Het is een voormalig postkantoor, een monumentaal gebouw, wat jarenlang heeft leeggestaan. En de gemeente wilde daar graag een bijzondere bestemming op hebben, bijvoorbeeld een restaurant. Uiteindelijk kwam er na jaren een initiatiefnemer. Vanwege de parkeerverordening van de gemeente moest de initiatiefnemer nog wel 300.000 euro betalen. Dat was voor hem echter onmogelijk te betalen. Dan heb je twee mogelijkheden als gemeentebestuur om daarop te reageren. Je zegt nee, ik hou me aan die parkeerverordening, dan is het einde oefening. Dat is een legitieme beslissing als je die maar snel en transparant communiceert. Maar in dit geval wil de gemeentebestuur echt dat dat restaurant er kwam. Uiteindelijk besloot de gemeente bij wijze van uitzondering het bedrag te halveren. Sommigen zullen zeggen, ja, maar dit neigt naar willekeur. Voor deze mentaliteit heb je dus een beetje durf nodig. Je moet het goed kunnen beargumenteren, maar dan krijg je wel meer gerealiseerd in je gemeente. Je zou de verschillende beleidssectoren van de gemeente kunnen vergelijken met al die gevelpanelen op dit gebouw. Elk van die panelen heeft zijn eigen kleur, raamindeling, typologie. En tezamen vormen ze toch een compleet palet. En dat geldt ook voor de uiteindelijke beslissing van de gemeente. Als ieder zich 100% doorzet, dan wordt het niks. Maar juist door elkaar met elkaar te communiceren, geven en nemen en creatief te zijn, krijg je een goed eindresultaat. Wat betekent dat nou voor de individuele ambtenaar? In de eerste plaats blijft inhoud, kennis van zaken, van belang. Dat was zo en dat blijft zo. In de tweede plaats snel kunnen schakelen met het gemeentebestuur, de wethouder en met je collega's. En in de derde plaats, ja, niet blijven hangen in je eigen verkokerde kennis. Maar die verbinding kunnen maken met de anderen en je daarin kunnen inleven om tot een goed besluit te kunnen komen. Nou, dat raakt aan het begrip verbinder. En dat is wel aan inflatie onderhevig. Tegenwoordig is iedereen verbinden en wordt wel eens vergeten dat je ook resultaat moet bereiken. En dat geldt ook nog voor een ander begrip. Dat is de zogenaamde universele ambtenaar. En dat is de pure procesmanager die niet behept is met inhoudelijke kennis. Soms wordt dat aanbevolen als het type ambtenaar voor de omgevingswet. Maar naar mijn idee is echt dat de dood in de pot. En maakt de gemeente tot een onbetekenende factor, want ze wordt dan van alles afhankelijk van externe adviseurs. Moet je niet willen, want juist die kennis van zaken maakt het mogelijk om over je eigen grens heen te springen en soms af te wijken van de norm ten behoeve van dat individuele resultaat wat je wil bereiken en waarmee je ook aan initiatieven binnen de gemeente tegemoet kan komen. Die andere houding en benadering, dat vergt wel wat.
En er zijn bepaalde randvoorwaarden waaraan je moet voldoen, wil dit werken. De gemeenteraad kan nog eens heel kritisch kijken naar alle regels, verordeningen en bestemmingsplannen die er nu zijn. Dat heeft de gemeente Zaanstad gedaan. En, bij wijze van voorbeeld, die is van 130 van die regelingen voor de fysieke leefomgeving gegaan naar 30. Dus dat is wel een hele forse reductie. Dat helpt. In de tweede plaats, ambtelijk management. Die moet ook de mensen te velden een veilige omgeving bieden om wat meer risico's te nemen en om wat meer beslissingsvrijheid te nemen. Zodat wanneer er is iets fout gaat en er zal wat fout gaan, er dan niet onmiddellijk wordt afgerekend, want dat doet diegene het nooit meer en die blijft keurig binnen de lijntjes kleuren, dat je dat op een goede manier benadert. En in de derde plaats die mensen in het veld zelf. Het is aan hun ook om met ideeën te komen. Zij hebben de kennis ter plaatse hoe het anders beter en sneller en goedkoper kan. Kom met die voorstellen en dien ze in bij het gemeentebestuur en bij het management. En op die manier komen we echt verder. Dat omgevingswet verandering brengt is duidelijk. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Organisatiedeskundige Thijs Hooman legt uit hoe de interactie en machtskant van veranderen in elkaar steekt. Waar Frito het over gehad heeft, zijn de inhoudelijke gevolgen van de introductie van de omgevingswet. Ik zelf ben heel erg bezig met wat we dan noemen de veranderkant. Dus je kunt die inhoudelijke gevolgen wel benoemen, maar dan is de vraag hoe zorg je er nou voor dat je dat laat landen in de organisatie waar die dingen ook uitgevoerd moeten gaan worden. Bij die veranderkant is natuurlijk de klassieke benadering dat je dan een verandertraject gaat doen. Dus met doelen en stippen op de horizon en stappen en interventies en sessies. Maar uit onderzoek blijkt dat die veranderkant, die manier van werken, eigenlijk nauwelijks effectief is. Dus wat ik wil gaan doen is op een hele andere manier kijken naar verandering. Waarbij mijn uitgangspunt is dat naarmate je verandering managt, het tot stilstand komt. Maar hoe gaat het nou echt? Een belangrijk onderdeel van veel verandertrajecten is natuurlijk de grote bijeenkomst waar het management aan de medewerkers uitlegt wat de verandering in gaat houden, wat dat voor de mensen betekent en hoe belangrijk de verandering voor de organisatie is. Tijdens een van de veranderingssessies die Thijs ooit zelf begeleidde, leek iedereen enthousiast. Totdat hij in de pauze naar het toilet ging. Tot mijn verbazing aldaar hoorde ik dat men fluisterend tegen elkaar zei, goh, wat een gezeik allemaal. Dat verraste mij zeer. In de zaal was men eigenlijk behoorlijk enthousiast en in de toilet zei men wat een gezeik allemaal. Dat heeft mij op een heel nieuw idee gebracht over veranderen. Namelijk aan de ene kant heb je dus kennelijk wat wij dan gaan noemen onstage. Dus het gedrag wat mensen vertonen als er bazen bij zijn en externe adviseurs. En offstage, datgene wat men tegen elkaar vertelt als men informeel bij elkaar zit. En kennelijk in dat soort gesprekken geeft men informeel betekenis aan datgene wat men onstage meemaakt. Wat ik daar nou over wil zeggen is dat de betekenisgeving die mensen dus hebben over bijvoorbeeld de omgevingswet meer iets is van hoe ze erover praten dan wat ze er zelf nou als individu van vinden. Wat dat betekent is dat er vermoedelijk in organisaties allemaal groepjes mensen zijn die op een bepaalde manier over, in dit geval, de omgevingswet praten. Je zou ook kunnen zeggen dat zijn een soort betekenisstroompjes die door een organisatie heen lopen. Nou, die stroompjes, daar heb ik het begrip betekeniswolk aan gegeven. En betekeniswolken gaan dus over manieren waarop bepaalde groepen mensen over de omgevingswet praten. Dus sommigen zullen zeggen, nou, dat is hartstikke goed dat dat gebeurt, dan kunnen we meer betekenen voor burgers. Anderen zullen zeggen, van ja, dit is de zoveelste verandering die we hier hebben, dus wat gaat ons dat nou opleveren? En weer anderen zullen zeggen, van ja, dat is natuurlijk wel aardig, maar kunnen de systemen dat wel aan? Nou, dat zijn betekeniswolken. De volgende stap is dan dat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat organisatieverandering vooral te maken heeft met wolkenverandering. Of liever gezegd op de verhoudingen die tussen alle wolken aanwezig zijn. Dus wat ik zou willen beweren is dat er pas van organisatieverandering sprake is als ook de wolken die er in de organisatie hangen in beweging zijn gekomen. Die beweging van wolken is niet alleen een informele offstage dynamiek, maar ook een machtsdynamiek. Tussen wolken is er namelijk een strijd aan de gang welke wolken, zou je kunnen zeggen, de meeste zeggingskracht hebben.
En als er bijvoorbeeld in een organisatie een hele dominante wolk is van die omgevingswet, die stelt helemaal niks voor, dan is de kans groot dat er niet zoveel gaat gebeuren. Dus wat mij betreft komt de omgevingswet pas in een organisatie echt tot leven als er een verschuiving komt in wolken, waarbij nieuwe dominante wolken positieve verhalen vertellen over wat de organisatie en de omgevingswet met elkaar te maken hebben. Hoe kun je wolken nou veranderen? Duidelijk is dat onstage heel erg hard gaan roepen dat de wolken moeten veranderen helemaal geen effect heeft. Meestal leidt dat ertoe dat de wolken alleen maar stabieler wordt. Eigenlijk kun je het beste zo zien dat er altijd in de organisatie sprake is van een grote variëteit aan wolken. Als je dan iets wil, gaat het er vooral om wat ik dan noem leave the veranda and go out into the jungle. Zoek de wolken op waar de gesprekken al net zo gaan zoals jij erover denkt en verbind je met die wolken. Aldoende kun je dus informele coalities ontwikkelen waardoor jouw verhaal steeds meer zeggingskracht krijgt en steeds dominanter kan worden. Met de omgevingswet komt ook deze keer niet het omgevingsrechtelijke paradijs op aarde. Want je houdt belangentegenstellingen in de maatschappij en daar moet de gemeente in arbitreren. Voor sommige delen van stad en dorp hou je een gedetailleerde regeling. En soms moet de gemeente eenvoudigweg nee zeggen. Aan de andere kant, met die veranderde houding en gedrag kan je enorm veel overdreven bureaucratie bestrijden. En het goede is, dan hoef je niet te wachten op de invoering van de omgevingswet over een paar jaar. Daar kan je nu al mee beginnen.